Dank u wel, meneer de voorzitter. Om antwoord te geven op de vraag van het lid Girja Singh via u, voorzitter. Het verschil is dat de huidige, we noemen hem wel omzetbelasting, maar het is gewoon een sales tax. Hij wordt bij de import geheven en alleen de productiebedrijven die ook omzetbelasting betalen, kunnen omzetbelasting verrekenen. Op dit moment kan omzetbelasting niet verrekend worden met de inkomstenbelasting. Dus als u als productiebedrijf importeert en u betaalt niet, dan heeft u pech. Of als u als productiebedrijf niet zelf importeert, dan betaalt u niet. Maar als u lokaal koopt, dan heeft u wel omzetbelasting betaald. Dan is het altijd heel erg moeilijk om dat te kunnen verrekenen. Wij willen naar een zodanige bruto toegevoegde waarde waar het altijd verrekenbaar is. En natuurlijk de uiteindelijke consument die betaalt de belasting. Daar gaat het om. En waardoor de consument zelf kan bepalen hoe luxe zijn of haar leven eruit moet zien. En dan zullen we daar natuurlijk anders naar kijken. Het is waar dat de ondernemers moeten voorschieten en dat dus omdat de omzetbelasting een belasting is op dit moment dat direct aan de import wordt geheven. Dat is waar, daar zijn we ons van bewust. Dat is ook de reden waarom wij zeggen we nemen in ons pakket van maatregelen alle mogelijke opties mee om te kijken hoe wij ook het bedrijfsleven tegemoet kunnen komen. Dus dat is in ieder geval wat ons niet is ontgaan. Laat me dat zo zeggen. Waarom hebben wij gekozen voor omzetbelasting op energie en water? 1. Om aan te geven, de twee bedrijven waar we het over hebben, dat zijn monopoliebedrijven en dat zijn ook staatsbedrijven. Zijn tegelijkertijd twee bedrijven waarvan wij weten dat we niet tevreden zijn over de bedrijfsvoering en dat wij heel veel op te merken hebben over de efficiëntie bij deze twee bedrijven. Het heeft naar onze mening weinig zin om nu in deze inefficiënte organisatie geld in te pompen en niet meer te weten wat er gebeurt. Wanneer wij omzetbelasting heffen, dan kunnen wij ook aan de bedrijven zeggen, het is een omzetbelasting, u hoort het af te dragen. En wij kunnen dan gericht eventueel dezelfde twee bedrijven voor wat betreft de investeringen tegemoet komen. Wat betekent 10% omzetbelasting op de loontarief, op de prijzen van deze twee bedrijven? Laat me dit erbij zeggen. Bij EBS is het zelf zo erg. Alle projecties voor elektriciteitsvoorziening van Suriname geeft ons aan dat indien wij nu niet investeren in extra generatoren, we tegen het einde van 2012 te maken zullen hebben met blackouts. Generatoren zijn geen auto's of chocolades die je in de winkel kan gaan halen. Generatoren moet je bestellen en er is een bouwtijd. Het is alleen on purpose wordt dat voor je gemaakt. Dus we moeten zo snel als mogelijk natuurlijk de bestelling plaatsen om ervoor te zorgen dat wij tegen 2012 geen blackouts krijgen. Maar tegelijkertijd ook nog onze plannen voor alle extra huizen die we willen bouwen, dat al die nieuwe huizen ook van elektriciteit kunnen worden voorzien. Voor wat betreft SWM, daar is het plaatje een beetje rooskleuriger en eigenlijk wil ik zeggen een beetje minder triest. Omdat bij SWM er nu investeringsprogramma's lopen. Eén uit de verdragsmiddelen, één uit de Islamic Development Bank en eentje staat nu op stapel bij de IDB. Dus hopelijk doen we dat binnen een week. Goed, mevrouw de minister, mag ik u hier even onderbreken? Ik wil de hamer wederom overdragen aan de voorzitter. Minister, u kunt vervolgen. Dank u. Het idee is natuurlijk om ervoor te zorgen dat beide bedrijven efficiënt worden en op zijn minst break-even gaan draaien. Zodat wij natuurlijk in ieder geval
ervoor kunnen zorgen dat de exploitatie van beide bedrijven efficiënter geschiet. Waar praten we over wanneer we kijken naar de elektriciteit? Het gros van de huishoudens, circa 50%, en dat is dus ongeveer 123.000 van de aansluitingen van het totaalbestand, 240.000 ongeveer, zit in de categorie, en dan heb ik de winkels voor u meegenomen, tussen de 0 en 500 met winkels erbij van een kilowattuur per, zeg ik hem goed, 0 tot 800 kilowattuur per maand. Deze groep heeft een gemiddelde elektrakost van 28 SRD per maand. Ze zullen na de goedkeuring van de omzetbelasting op elektriciteit afgerond een rekening hebben van 31 SRD per maand. Dat is wat er gaat gebeuren. Het gaat om natuurlijk gemiddelde kosten. Ik heb daar per categorie uitgewerkt, maar als je die hele categorie neemt of alles wat ik daar op een rij heb gezet neemt en daar het gemiddelde van berekent, dan komen we op 28 SRD op dit moment per maand. Dus na aanpassing. En dan nogmaals de armslag om te zeggen het is omzetbelasting en wij kunnen besluiten over hoe wij dat gebruiken. Of wij dat gebruiken weer voor elektriciteitsvoorziening om ervoor te zorgen dat we die investeringen doen. Het gaat in ieder geval niet mee in die inefficiënte bedrijfsvoering bij deze twee bedrijven. Een andere maatregel die we hebben is natuurlijk de maatregel voor het invoeren van, wederinvoeren van de motorrijtuigenbelasting. De motorrijtuigenbelasting, mevrouw de voorzitter, de wet is in het jaar 2000 opgeschort met de bedoeling dat er een aangepaste wet zou worden ingediend. Deze is echter niet meer gedaan. In de plaats hiervan is toen opzenten ten behoeve van de wegenautoriteit in de berekening van de prijs van geloden en ongeloden benzine geïntroduceerd. Deze opcenten. De VP wijst mij erop dat ik tegelijkertijd moet zeggen dat de omzetbelasting op elektriciteit en water natuurlijk voor de productiebedrijven te verrekenen zal zijn. Dat in ieder geval wel. Het is daarom omzetbelasting. Dus het kan verrekend worden. We moeten daarvoor natuurlijk ook de nodige aanpassingen in de wet en kijken of wij dat eventueel kunnen laten verrekenen met de inkomstenbelasting. Dan kan het dus in één keer gedaan worden. Teruggaand naar de motorrijtuigenbelasting. In de plaats van de motorrijtuigenbelasting zijn de opcenten geïntroduceerd ten behoeve van de wegenautoriteit. Toen dat werd gemaakt, was dat omgerekend, want het was een fix bedrag in valuta tegen de koers van toen van 30 gulden. Deze 30 gulden is nu geërodeerd tot 6 centen SRD per liter. Dat is wat wij reserveren voor de wegenautoriteit. Daarom hebben wij gepleit om natuurlijk per categorie motorvoertuig wederom in te voeren een motorrijtuigenbelasting. En dat varieert naar grootte van de categorie. We zijn nog niet zo ver gegaan, net als in andere landen, om voor de tweede en de derde auto extra te heffen. We hebben nog altijd voor alle auto's hetzelfde bedrag opgenomen. Een andere maatregel, en dat is een maatregel die direct is ingegaan natuurlijk en in bijna de debatten in uw college heeft gedomineerd, is de additionele heffing op brandstoffen van 50 centen SRD per liter. Vele vragen zijn hierover gesteld.
Er waren vragen over de wettelijke basis, de hoogte, de consequenties. Waarom hebben wij dat nu direct gedaan? Waarom per se op 20 januari? Al die vragen zijn natuurlijk. De government take wordt niet geheven, laat me daarmee beginnen, over de totale hoeveelheid importen. Alleen dat deel van de importen die via de diverse pompstations worden verkocht, wordt government take doorberekend. Conform de wet van 1987, en dan wil ik direct ingaan op de wettelijke basis. De wet van 1987 zijn enkele bedrijven vrijgesteld van deze heffing. Het gaat om onder andere EBS, SWM, Suralco, vliegtuigen, schepen. En aan dit rijtje is nu ook toegevoegd Gros Rosebel. Die betalen geen government take. Hoe wordt de olieprijs samengesteld? Eén ogenblik, minister. Heel kort, met Kastelen. Bedankt, minister. Dus u zegt, alleen benzine welke via de benzinepompstations wordt verkocht, wordt belast met een government take. Dat wil zeggen, en diesel geldt hetzelfde. Voor diesel. Nou, mijn vraag, voorzitter, is, als dat het geval is, hoe komt het dat de vliegtarieven voor het binnenland daar omhoog zijn gegaan? Mij heeft informatie bereikt dat vliegtarieven naar onder andere Tipu met 40% zijn gestegen. Ja, en, dank u wel. En we vragen dus ons af, even voorzitter, hoe dat komt, door welke maatregelen en als de regering voor ons kan nagaan, als dat dus wel terecht is. Dank u wel. Ja, minister. Dank u, voorzitter. Ik was er zelf ook verbaasd om toen u die opmerking maakte, mevrouw de voorzitter, via u naar het lid Kastelen toe. En daarom is het dus heel erg belangrijk dat wij natuurlijk nagaan wat er is gebeurd. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met wat er is gebeurd met die samenstelling van de olieprijs. Misschien dat het daarna te begrijpen is en misschien dat het ook daarom gebeurt. Wat ik heb opgesomd is wat staat in de wet van 1987. Wat is er gebeurd met de samenstelling van de olieprijs? Of laat me eerst zeggen hoe de olieprijs wordt samengesteld. Er zit een hoeveelheid invoerrechten op basis van de wet invoerrechtenregeling van 1996. Afhankelijk van het land van origine wordt de invoerrechten doorberekend. En we importeren uit CARICOM-landen en niet-CARICOM-landen. Als we importeren uit CARICOM-landen, dan is er natuurlijk nul invoerrechten. Als we importeren uit andere landen, dan betalen we dus wel de invoerrechten in. De invoerrecht voor diesel is 10% en unleaded 5% als het gaat om importen uit niet-CARICOM-landen. Unleaded heeft OB... En diesel is omzetbelastingvrij. Dat wil zeggen geen omzetbelasting op diesel, ongeacht van waar het wordt geïmporteerd. Tweede component in de olieprijs is de statistiek- en consentrecht op basis van wet statistiekrecht van 1973. En dit is 2% van de CIF-prijs. Dan hebben wij natuurlijk de omzetbelasting op super unleaded en op unleaded 10% op basis van de wet omzetbelasting 1997. De opcenten voor verbruiksbelasting motorbrandstoffen bestemd voor de wegenautoriteit van 6 centen per liter op basis van de wet wegenautoriteit. De verbruiksbelasting wet 1997, wat was het weer, 87? 87. Wet 1987. Dan hebben wij de verbruiksbelasting. Dat is een restpost. Er is een formule voor gemaakt in die wet van 1987. En het is nu een vast bedrag in US dollars. En dan nu nog de zesde component, de additionele government take van 50 SRD cent. Als we praten over government take, dan praten we over het algemeen alleen over de verbruiksbelasting, eigenlijk conform wet 1987. En nu
inclusief die 50 centen SRD.